Wel een leuk ruimtje. Dat is warm. Wow. Nou mama, we zijn met 1000 foto's verder. Mooi hier jongens, we hebben echt geluk dat we de berg zien. Mount Fuji, de vulkaan, geen berg. Hoeveel dagen? 250 dagen. Zie je niets. Niets. En wij zijn de gelukkige, we zien hem gewoon. Ik ben helemaal gelukkig. Kijk hoe vet, dit is wat ik bedoel. Kijk, normaal, die bomen, dat hebben cherrybloesem, maar we zijn net te laat in de season. Oh mama, ja, want eigenlijk hoort dat toch. Mama, hier is een goede fotospot, hier moeten we. Weet je dat mij zelfgemaakte foto's waren het beste? Nu in de touringcar was super leuk, hè? Echt mooi, hè? Mama, dit komt op YouTube. Ja. We gaan nu thee maken. En we hebben hier matcha thee. Kijk. Is our instructor to show you how to make it. This rice cake. Oh, those mochi. Voordat je begint, gaan ze in de eerst bedanken. Bedanken, ja, Papi Mars. En dan gaan ze koekje eten voor de betere smaak van de thee. Om de mond te schoonmaken. Oké, dan maken ze om de mond schoon te maken. Lekker. Lekker. Lekker, hè? Dus jakker die maas, je een koekje en dan ga je de thee maken. I've already put the matcha powder into it. Oh, hey. Wat doe je dan? Nee, moet je snel doen. Doe maar in. Why is your third fingers and thumb finger to help to press the black rope? The way how you show respect to the people you last time probably see. Ik ben zo blij, het is echt zo mooi. Mooi, dat is echt cool. Gaan we anders langs het water? We hebben 10 minuten of zo voor die foto, maar we zijn helemaal hyped.
Oké, bandroutje, oh my god. Ik kan gewoon niet geloven. Het is echt mijn droom die uitkomt. Mijn haar ook. Oh, en cherry blossoms. Zo cool. Look. Ik ben zo blij. Too crazy today. Today is just like crazy. No. Goedemorgen. We zitten vandaag in zo'n cafeetje in de ochtend. Ja. We krijgen zo'n puffy pancakes. Alleen, ik weet niet of ik die opkrijg, want die is heel groot. En ik heb nu zo'n tiramisu matcha gegeten. Matcha, ja. Matcha. Yes. Matcha. En ik zit nu binnen vol. Ik ook. En we moeten nog die enorme puffy pancakes. Nou ja, kom, we moeten toch nog een half uur wachten. Ja. Ja, we zijn later op gang gekomen, want gisteren was een hele lange, intense dag. Het was wel heel leuk, hè, gisteren. Mm-hmm. Want we waren heel blij dat we die Mount Fuji hadden gezien, want normaal zie je hem... Wacht, je ziet hem 250 dagen per jaar niet en wij hadden geluk dat we hem wel zagen. Dus dat was leuk, toch? Hm? Dat was leuk, toch? Wil je nog iets zeggen? Een leuke tour guide, dat was heel grappig. Dus nu gaan we lekker eten. Ik ben heel benieuwd naar die Het was zo lekker. Mila heb vergeten te filmen. Maar hier een paar foto's. Super lekker. En het smaakt en dus. Ja, oké. Okay, het smaakt dus naar. Eerst dacht ik wel een pancake-achtige smaak had. Maar het heeft vooral een ijsmaak. Maar zoet. Maar het is niet een omelet of zo, maar het lijkt een beetje op een omelet. Het is wel... Er zitten veel eieren in. Ja. En dat gaat in de oven, want dan krijg je zo'n pannetje. En je moet een half uur wachten. En dan moesten we ook half uur wachten, dus dat gaat echt zo... Ik weet niet. Het is pancake / omelet in de oven. En maar het is wel lekker. Het lijkt wel groot, maar het is wel een beetje pufferig. Dat is echt zo puf. Dus dat krijg je wel op. Dus het is wel goed gekomen. Kijk eens. Nou, mayonaise op. Mila zit nog korstjes te eten. Die ze niet nooit korstjes eet. Maar nu moet ze wel korstjes eten. Ja. Nou, wat is wel lekker. En een beetje op ei, hoor. Toch? Ja, zie je dat? Dat is ei. Dan kan ik ei en de eiwitten opgeklopt. Apart ei, apart opgeklopte ja, eiwit. Denk je dat? Want kijk. Ja, want het is opgeklopt. Ze kloppen die eiwit, opgeklopte eiwit. Ah, zo schuim. Mag dat, dat het zo puffig is. Dus apart eihel en eiwit. Mm-hmm. Apart. Ja. Hoi allemaal, we zijn hier aan het wandelen. We zijn wel een beetje moe, hè. Mm-hmm. En het is wel echt gaaf hier, kijk. Het is echt heel schoon. En dan die boompjes, en dan die bloesem, en dan die gebouwen. Zo. Cool, hè? Daar waren net daar zo, die gebouwen. Dat is een beetje de business area. Maar dat is een beetje New York vibe, schreef dan. Die downtown. En nu zijn we bij de brug. Nou, we zijn net hier geweest. Hier woont de keizer. Ja. Zo. En alles is zo ver weg, dus we gaan nu gewoon lopen naar de Tokyo Tower. Ja. Bijna langs deze brug gelopen. Hadden we even niet door dat alles hier was. Zo, Mila weg naar succes. Nou, niet moet je doorlopen, anders krijg je succes. Mila weg op succes, maar je moet niet aan... Ropen, doe niet stoppen door een succes doorlopen. Nou, we zijn aan het wandelen, zijn hier beland en hier is de Tokyo Tower. Jongens, al zo lang wandelen. Ja, bijna opgegeven, ja. Maar wel gekomen. Want het was een gedachte van pak gaan wandelen, maar het duurde en duurde. Oké, okay, dan kom ik daar, maar dan sta ik er toch voor. Maar broer, maar jij bent zo lang, jij moet hier staan. Wat ik... コミュニケーションを実現。目で見るだけだったウェブサイトに音声情報をインクルードすることで、情報に新しい価値を与え、他者との差別化に効果を発揮します。